Op dinsdag 10 mei organiseert de seniorendienst van de stad Gent samen met Dans.vzw de Dansdag voor jonge 50-plussers. Een ideale gelegenheid om de senioren op de dansvloer te krijgen. Voor senioren is het belangrijk dat ze in beweging blijven voor hun gezondheid. En dansen is een hele leuke manier om te blijven bewegen. Daarnaast is het ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, mensen te ontmoeten. En soms is het moeilijk om de eerste stap te zetten als je nog nooit gedanst hebt, om dan voor de eerste keer te doen. Of zelfs als je al danst, dan is het soms door heel het grote aanbod er al is van waar ga ik beginnen. En dan op die dansdag kun je dat te weten komen. Tijdens de dansdag kan je proeven van verschillende soorten dans. Solo dansen, koppeldansen, salsa, lijndans, swing, noem maar op. De 50-plussers, want daar begint het seniorschap, is een heel boeiende leeftijdsgroep. Niet alleen de mensen uit de jaren 60, maar ook de jeugd uit midden jaren 70 zijn tegenwoordig senior. Dat zijn de mensen die opgegroeid zijn met Fleetwood Mac, met Boney M, met Barry White en met nog een aantal andere, nu nog veel gedraaide artiesten. En het is voor de sector een enorme uitdaging om ook die muzikale evolutie mee op te volgen in het aanbod dat er gecreëerd wordt voor senioren. Zowel de ervaren dansers als de beginnelingen kunnen dus tijdens de dansdag een waaier aan dansen ontdekken. Er zijn dansinitiaties, samendansmomenten en tijd voor ontmoeting. De dag eindigt met een optreden van de Young Minds. Wie de smaak te pakken heeft, kan ook informatie krijgen over het dansaanbod in de stad. Want dat is de bedoeling, de senioren niet eenmalig, maar regelmatig aan het dansen krijgen. Plezier is heel belangrijk in de les, dat heb je misschien ook wel gemerkt. In het sociale contact, maar ook in het plezier van het bewegen. Nu, wat eigenlijk ook wel een belangrijk element is in de les, is dat het bij momenten ook af en toe wel nadenken is. Dus het is eigenlijk ook toch wel een stukje geheugentraining. In de voormiddag is het programma specifiek gericht op dansleraren. Veel dansleraren hebben geen ervaring met senioren. Vandaar deze kennismaking op de dansdag. Bewegen, je blijft sportief blijven. Het geeft je zoveel energie achteraf. En het is ook, je moet zo bezig zijn met die passen, dat je eigenlijk op niks anders meer pijst. Als ik stop ben van werken, met werken, die mijn bloeddruk was te hoog, dus teugde niet veel. En nu, sinds dat ik dat doe, die voel ik mij goed voor de lijn. Dus absoluut. Ook een vriendenkring dat ik hier opgebouwd heb. Dus senioren, trek de dansschoenen aan en wals naar Theater Tinnepot op dinsdag 10 mei voor de dansdag. Meer info krijg je bij de seniorendienst op het nummer 09-269-6070 of surfis naar danspunt.be. Vanaf vrijdag kan je in Wondelgem naar de traditionele meikermis. Muziek, cultuur en diverse andere activiteiten doen de deelgemeente 4 dagen lang borrelen. Vanaf zondag 17 april kan je opnieuw de kloostertuin en de refter van de Gentse Sint-Baafsabdij vrij bezoeken. Dankzij de buren van de abdij kan je er telkens op zondag doorlopend terecht tussen 13 en 18 uur. En in het weekend kan je deelnemen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 30 april kan je in Muziekcentrum De Bijloken naar een concert van Alexander Gavriliuk. Zijn interpretaties worden gekenmerkt door grote diepgang, transparantie en kleur. Kwaliteiten die hij tijdens dit concert loslaat op werk van onder meer Chopin en Liszt. Dit was Stads TV Gent. Op gent.be kan je deze uitzending opnieuw bekijken of via AVS Digitext Gemeente TV Gent. Met vragen kan je altijd terecht bij Gent Info op 09210 10. Tot volgende week.